De Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Raalte, vierde op woensdag 25 november haar 50-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in zaal Zwakenberg. Is het 50 jaar geleden allemaal begonnen? Het was niet zo'n groot groepje als we nu zien. Nee, lang niet. Ze zijn begonnen met 30 leden, de eerste oprichtingsmiddag. En dat is in de loop der jaren gegroeid tot nu toe, nu we dus ongeveer 1200 hebben. Ja. Hoe ziet het programma eruit voor vanmiddag? Nou, we hebben, zoals traditie getrouwd, zijn we begonnen met een eucharistieviering. En dat is een hele mooie dienst geweest. Dan gaan we de middag vervolgen met een gemoedelijke receptie, met een muzikale omlijsting. En we sluiten deze dag af met een Sallandse koffietafel. En gezellig samen zijn, dat staat hoog in het vaandel. Hè? Gezellig praten. Ja, want dat is wat mensen op onze leeftijd vaak ook nodig hebben. Het saamhorigheidsgevoel. De K van KBO. Hoe belangrijk is die nu? Nog steeds belangrijk, want iedereen wil toch wel zijn eigen identiteit een beetje blijven behouden. En we zijn nu eenmaal katholiek. Nou, het zal wel gezellig worden. Het is al gezellig, hè? Dat hoop ik wel. Dat kan toch ook niet anders met zoveel. Er is veel veranderd bij de KPO, maar in grote lijnen zijn de doelstellingen zo hetzelfde gebleven, of niet? Ja, dat klopt. De doelstellingen zijn op zich genomen hetzelfde gebleven. En de doelstelling is vooral op de eerste plaats belangenbehartiging. Daarvoor is er een ouderenbond. Daarnaast is er ook informatievoorziening aan de leden, dat ze op de hoogte zijn van de regeling die er is en daarop kunnen inspelen. En wat natuurlijk altijd heel belangrijk was, vroeger, maar ook nu nog, is ontmoeten. Gewoon elkaar gezellig ontmoeten, bijpraten over allerlei nieuwtjes die me tegenkomt. Maar ook gewoon nieuwe relaties leggen, gewoon vrienden en kennissen opdoen. Want natuurlijk heel veel ouderen, die zijn gewoon alleen thuis. En het is toch belangrijk dat je dan geregeld andere mensen tegenkomt. En met elkaar daarover kunt praten over allerlei zaken. Ik ben al jaren lid van de KBO. Hè? Ja. Mag ik vragen hoe leeftijd is? Hoe oud bent u? 92. En wat voor voordeel heeft dat lidmaatschap nu opgeleverd? Hé? Wat voor voordeel? Ja, nou ja, ik ben er lid van en de meerdere mensen en ik heb goede contacten en zo. Ontmoeting en gezelligheid, dat vindt u belangrijk? Gezelligheid. Ja. En mensenkennis. En informatievoorziening? Hè? Informatie, sommige dingen die kom ik toch eens te weten. Ja. Ja, en je kunt, je weet wat de mogelijkheden zijn voor allen en zo. Bij de WMO. Ja. Daar ben ik ook al geweest. Want ik heb een schone mobiel. En busreisjes en fietstochten? Ja, maar nu niet meer. Nu niet meer. Pardon. En bij die informatievoorziening, waar moeten we dan zoal aan denken? Dat zijn allerlei onderwerpen, ja. Van belasting tot WMO. Over belasting, daar geven we daar direct geen informatie over. We hebben de HUBA's, er zijn acht mensen in Raalte.
die vullen voor leden de belasting voor 12 euro vullen ze die in. En dat is bijna gratis, want als je door een account laat doen, ben je minimaal 100 euro. 300 of 400 mensen maken daar gebruik van. Daarnaast hebben er ook wel mensen, hebben ze andere problemen. Dan kunnen ze bij de VOAS terecht. Dat kan dan ook wel. En informatie, dat is heel wisselend. Dat kan soms zijn, hoe is de zorg op dit moment? Als je ergens naar het verzorgingshuis moet, of je hebt thuishulp nodig, hoe gaat dat? Maar ook over veiligheid, want heel veel mensen zijn bang van, wordt er bij mij ingebroken? Wat moet ik dan doen? Raak ik mijn pinpasje niet kwijt? Wat moet ik dan doen? Maar ook op een gegeven moment veiligheid van brandpreventie. Want natuurlijk als de brand komt tegenwoordig, dan gaat verrekte snel tegenwoordig. En vooral door de rook van al die fijne meubelen, er zit allemaal chemisch spul in. En de meeste mensen komen op niet door de brand, maar door verstikking. En dan kunnen we daar ook zeggen, schaf nou zo'n brandmelder aan. Ontspanning. Wat moeten we dan aan denken? Fietstochten, busreisjes? Ja, klopt. Fietstochten doen we daar wel. Eén keer in de week doen we daar wel. Gewoon gezellige bijeenkomsten. Dan reisjes. Maar we hebben dan jaarlijks gewoon een reisje. Nou, 150 kunnen er maar mee. Vaak zijn de opgaven maar groter. Maar bijna geen gelegenheid. Ik kan er meer dan 150 ouderen in één keer ontvangen. En dan soms doen we nog een voorjaarsreisje nog. Snechttochten noemen ze dat, geloof ik, en stamportentochten, zo rond de 90. Dus er is best veel animo voor, ook om met de reisjes mee te doen. Want vaak alleen doen ze het niet. En nu gaan ze met de buurvrouw of met de vriendin samen en zij vinden het geweldig. Ja, het wordt hoog tijd dat ik ook een keer meer ga, want ik ben er nooit meer geweest. Over 100 jaar zijn we nu. Ja. Een leuke vereniging, altijd wat te doen en je moet aan alles medewerken. Mijn man heeft niet van verhaal, maar mijn man die was in bestuur van de bond bij de AWTB en die zegt, die boeren hebben allemaal een elastiek hier anders dan ze knikt om met jou. Hij zegt, ik moet een woord doen. Ik hoef geen microfoon, ik kan het zo wel. Het is een beetje onbeleefd, hè? Maar mag ik vragen naar uw leeftijd? 97. 97? Ja. En nog zo vitaal. Ja. Dat is een gaaf, hè? Ik zeg altijd, mijn vader heeft net iets overleefd. Ik geniel alle dagen. Ik mag niet klaar, ik heb alles. Ik heb 4 rijke dochters. Een heel tevreden mens. Ja, als iedereen zo te gaan, was er geen oorlog. Het is inderdaad zo dat de KBO in Raalte goed georganiseerd is. Maar ik wilde toch even met ook hier aanwezigde de bestuursleden van de PCOB Raalte en de nieuwe Bond voor Ouderen Nederland. En wij werken in Raalte al zo samen alsof we al één zijn. En landelijk gaan ze ons waarschijnlijk wel volgen. De toekomst, hoe ziet die eruit voor de KBO? Nou, wist ik het maar. Ik weet wel dat ze van de hogere hand uit, dus van de hoofdbestuur, PCOB en de KBO, veel meer samen gaan werken. En met als doelstelling dat ze daardoor in Den Haag en daar waar nodig is, veel meer kunnen bereiken.